jaar uit. Dus dat ik hou gewoon van kickboksen. Ik vind kickboksen ook verder en ik volg het ook nog steeds, zeker wel. Ja, wat zijn de dingen die, als je kickboksen volgt, waar kijk je graag naar het moment? Nee, ik vind die partijen, natuurlijk Rico tegen Bart, vind ik heel interessant. Ja. Dat vind ik op dit moment waarom vind je die interessant? Ja, het is natuurlijk een grote wedstrijd. We gaan allemaal van klopt. Ja, waarom vind ik hem interessant? Omdat ik nu al het idee heb dat Bart serieus aan het trainen is. En, ik vind het gewoon interessant. Het is natuurlijk gewoon echt een grote partij. Dus gewoon, op dit moment, dat zijn wel gewoon die partijen, zeg maar. Weet je, die vette partijen. Weet je, vroeger bijvoorbeeld een Peter Azig en Nestle Hoost, Hestie tegen Bart. De gevechten waar je bij wijze van spreken om 4 uur 's nachts gelijk je bed komt. Nou hoeft dat niet gelukkig nu, want het is gewoon Nederland. Maar... Nou, dat en het is ook zo'n partij, weet je. Dus het is gewoon een vette partij. Als je van kickbox houdt, dan vind je die partij wel graag zien. Ja. Je hebt met allebei de ring gedeeld, allebei 2 keer zelfs. Klopt. Heb je dan ook nog je hebt er van allebei gevoeld wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. En heb jij dan... gebaseerd op dat ook een voorkeur of het even gaat die kant op? Nou, ik zeg je echt eerlijk, ik kan heel moeilijk. Ik kan met die partij niet zeggen. Mijn eerste gedachte die opkomt is dat Rico gewoon gaat winnen. Die gast is gewoon super veel ritme. Hij heeft nu wel een tijdje niet gevolgd, maar hij heeft zo'n goede tactiek en zo'n goede gameplan. En, hele goede conditie, is echt een sportjongen, gewoon, hij is echt een, hij is volgens mij gewoon altijd fit. Weet je? Volgens mij zou je hem nooit eens betrappen met een pilsie of een dingetje of zo. Volgens mij is hij gewoon altijd met zijn voeding bezig en dat is zijn kracht ook, weet je. Hij is niet zozeer echt die vechter, maar hij compenseert dat heel goed met gewoon super fit zijn, weet je? Super sterk zijn. Hij is gewoon een topatleet. Ja, ik denk dat Rico wel gaat winnen. Ja. Dat denk ik gewoon. Ik gun het ze allebei. Maar ik denk wel dat Rico gaat winnen. Ja. Weet je. Het zou ook wel een vette opzet zijn als Bart hem zou pakken. Ja. Want het gaat het toch weer even anders weer. Dat het even allemaal weer anders opent, precies. Opent weer een nieuwe. Precies, weer nieuwe partijen en zo. Weet je. Nu is het een beetje, als deze partij gedaan is, is het wel een beetje zeg maar, een soort van voor Rico zeg maar, klaar. Gewoon in de zin van, dan is het niet echt meer iets interessants. Ja, dus Rico heeft de zwaargewichten die ze op slot gegooid en Badr heeft de sleutel. Precies, die kan hem weer, precies. Okay. Weet je, dat is gewoon zo. Als Rico dit wint, dan is alles wel, is alles wel een beetje gedaan. Ik denk dat je dan niet meer echt de partij kan hypen, denk ik. Ik bedoel, ik denk, eerlijk is eerlijk. Dat is gewoon zo. Je gaat wel kijken? Ik ga wel kijken. Ik wou eigenlijk erheen gaan. Dus, maar ik ben er nog mee bezig. Ja.